Het Jeugdfilmfestival betrekt jongeren heel hard in heel zijn werking eigenlijk. Dus um, dat begint eigenlijk met kinderjuries. Er zijn twee kinderjuries, zowel in Antwerpen in Brugge, die mee um, de beste film kiezen van dat jaar. Maar daarnaast hebben we ook nog onze Cut the Crap. Dat is um, de jongerenselectie van s'avonds waar dat echt de jongeren um, eigenlijk alles mee doen. Zij programmeren mee de films, zij denken mee evenementen uit en zij dragen eigenlijk de communicatie op. Onze tactiek op sociale media als het gaat over het bereiken van jongeren, dat laten we dus een beetje over aan ons jongeren. Uh, we proberen ons daar niet te veel mee te moeien. Uh, dat is soms wel moeilijk, omdat je natuurlijk ook veel hoort en, en veel onderzoeken leest. En, uh, maar eigenlijk laten we daar heel vrij in. Dus zij maken gebruik van Facebook, maar uh, zij maken ook gebruik van Instagram. Zij, zij maken zotte filmpjes. Um ze experimenteren heel veel, wat we heel leuk vinden, en dat is ook heel grappig voor ons. Um, en we wisselen succes, dus we laten ze er echt wel heel vrij in. Ja, het verschillend onderzoek blijkt ook dat, um, dat je jongeren het beste kunt aantrekken door promotie te maken, ook via de jongeren, echt met ambassadeurs te werken. En dat doen wij ook, voornamelijk met onze cut the crap. Um, de manier waarop zij communiceren, de kanalen die zij gebruiken, um, die lijken ook wel te werken bij de jongeren zelf. We hebben gemerkt dat, dat het inzetten van bijvoorbeeld uh, ja, toch wat bekendere festivalmeters of peters, dat dat je festival echt wel vooruit helpt. En Het is ook heel fijn om die mensen te betrekken bij je werking, omdat je daar ook heel interessante input van krijgt. En zij hebben er ook wel voor gezorgd dat we natuurlijk meer media-aandacht krijgen. En dat resulteert ook vaak in uh, meer bezoek. Heel speciaal eigenlijk is vorig jaar dat we uitgebreid zijn, verdubbeld van locaties. We zijn, uh, we zijn ooit begonnen in Antwerpen. Dus bijna 30 jaar geleden. Dan 10 jaar later zijn we in Brugge gestart. En vorig jaar hebben we ook Gent en Kortrekker Is erbij gekomen. Dus uh, we zijn over heel Vlaanderen nu. Het is wel belangrijk dat die eigenlijk een eigen selectie hebben, omdat het aanbod in de reguliere cinema is eigenlijk heel beperkt als het gaat over jongere films. Uh, ook op televisie, hè, dat, dat is zo vies nog vlees, eigenlijk, als het gaat over programmatie, op welke uren dan en zo. Dus het is wel belangrijk dat die, dat die jongeren eigenlijk een plek, dat er eigenlijk een plek is waar dat die terecht kunnen voor echt films op, op hun maat. Nu, um, Het is niet zo dat dat dan echt zo films zijn die enkel en alleen voor jongeren zijn want er zijn ook heel veel films um, die gemaakt zijn voor volwassenen of voor, of voor kinderen die dan weer interessant zijn voor volwassenen of andersom en dus wij, het leuke is aan die Cut the Crap dat die jongeren wij laten die een heel spectrum zien aan films en zij beslissen uiteindelijk wat zij interessant vinden en dat is soms echt wel een beetje verschillend van wat wij dachten dat een goede selectie was dus op dat vlak leren wij ook heel veel bij.